Hallo. Hallo. Niet schrikken. Ik ben niet je date. Nee. Ik dacht, oh. Heb ik ook een vrouw opgegeven? Ik ben de moeder van onze jongste dochter. Nicole. Hoi. Ik ben Gratia. Leuk. Ik heb een bloemetje voor je meegenomen. Mooi. Alsjeblieft. Als ik het goed begrepen heb, ben jij dus de ex van mijn date. Ja, ja. De ex-vrouw. Ja. Okay. En jullie hebben samen een... Dochter. En die is op het moment nu 17. Nou, denk je ook dat ik een beetje het type ben? Ja, zeker wel. Oké. Okay. Ja? Ja. Ja. Ja, ik kan nog niks nee. over jouw ex zeggen, maar nee. Ja. 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 Hoe oud is die? Harm is, als ik het goed heb... Je mag nu de naam zeggen, ja. Hè? Harm. 58. Oké, okay. Ja. Wat zoekt hij in een vrouw? Dat je het samen fijn hebt en, ja. Okay. En genieten van het leven. Ja. Want ja. Dat is wel wat hij graag doet. Ja, het is een graag geziene man. Ja. Spontaan. Een knuffelbeer. Ja. Ja. Okay. Een knuffelbeer. Ja. En waar houdt je helemaal niet van? Geen gemekker, want dan koop ik wel een geit. Oh ja. Dus, ja. En alles wat hij niet leuk zal vinden, dat geeft hij vast wel aan. Ik ben ook wel... ik heb ook gewoon wel mijn eigen mening. Goed zo. Nou ja, dat heb hij ook. Ik ga weer op huis aan. Ja. Want ik weet dat er iemand staat te trappelen om naar binnen te komen. Oh, leuk. Ja. Hoi. Dag, hallo, hi. Hoi. Nou, een verrassing, hè? Ja. Nou, hoi. Leuk. Hallo. Hoi, Nicole. Hoi, Harm. Hoi. Nou, leuk je te ontmoeten, welkom. Nicole. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, wederzijds. Ik heb een mooi, mooi stekje. Ja, het ziet er prachtig uit. Dan ga ik lekker zitten. Ja, ga ik doen. Zeker. Nou, leuk je te ontmoeten. Ja, zeker leuk. Hoe was het begin voor je? Ik dacht echt, hè? Ik zat zo, dacht ik, oh, misschien loopt ze het verkeerde huis in. Zo, ik dacht, nee, dat kan ook niet. Nou, ik ga even zo zitten, hoor. Dan kan ik je aankijken. Ja. Als je tegenover elkaar zit, dan lijkt het al gelijk zo'n sollicitatiegesprek. Ja, dat is ook zo. Dus, en dan van die vragen erbij, dan wordt het helemaal zo'n sollicitatie, toch? Nee, zo gaat dat vind het ik ook. Maar je hebt één dochter. En twee zonen. En twee zonen. Ik ben twee keer getrouwd geweest. Mm-hmm. Dat begreep ik, ja. Oh, dat ja. En, ja, we hebben het al over wat dingen gehad. Nee, maar dat maakt niet uit. Wat verwacht jij in een relatie? Dat moet wel iets zijn. Hè? Je moet wel iets, je moet wel iets voelen als je elkaar aankijkt. Ja. Je moet wel gelijkwaardig zijn. Het is ook voor mij gewoon een lekkere muziekje aan. Samen een dansje doen. Een drankje erbij, weet je wel. En dan, weet je, misschien even dansen met elkaar. En dat het gewoon, weet je, dat je gewoon weet dat het goed is. En voor jou. Heb ik het gras voor je voeten weggehaald. Nou ja, ik was zeggen, het klinkt nou nu een beetje zo van, oh, vind ik ook. Maar dit vind ik ook, ja. Ja. Dat vind ik ook belangrijk. Oh. Als jij een romantisch diner bereidt om indruk te maken op jouw partner. Ja. Wat staat er dan op het menu en waarom? Nou, dan sta jij op het menu. En bij ieder gerechtje doen we een andere wijn. Andere wijntje. Nou. En bij ieder gerechtje steek ik weer een ander kaarsje aan. Ook nog? Ja. Oh. Ja. Dus je bent en bij ieder nieuw gerechtje ga ik weer een mooi nieuw compliment maken, denk ik. Oh. Ja, nu hou ik op, want ik begin nu door te gaan. Nou, dat kan ook. Dat kan ook. Met welke drie woorden zou jij mij omschrijven? Aantrekkelijk, een hele prettige uitstraling, sympathiek. Oké, dank je. Dat waren er al drie. Ja, ik kan ook wel. Als je nog een keer de voorlees, krijg je nog drie hoor. Ik vind jou ook leuk eruit zien. Heel open, hele open blik, vind ik fijn. En heel spontaan. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Moet je wat drinken ondertussen? Wijntje. Nou, op de liefde. Op de liefde, op de. Op een mooie. Ja, moestel date. Mooi verblijf. Hoe vind je het tot nu toe? Ik vind haar ook een leuke vrouw. En ik denk ook wel dat het op een of andere manier dat het klikt. Ik ben echt benieuwd hoe de avond verder gaat verlopen. Ja. Yeah. Enorm veel zin in. Nou, leuk. Dat is wel goed, toch? Ja, en hoe is dat voor jou? Ik was niet teleurgesteld. Dat klinkt ook een beetje. Nee, je weet niet wat er komt, hè? Snap je?
Maar dat wist ik ook niet. Maar jij was al binnen, dus er kwam ook niemand meer. Vaak hoor je bij mannen, dus geen vooroordeel zo, maar... Nou, waarschijnlijk wel. Die zeggen of blond of brunet. Ja. Snap je? Ja. Had je een bepaald type blond bijvoorbeeld? Ja, dat had ik wel opgegeven. Dat ben ik dus niet. Nee, dat weet je niet. Nee. Dat zag ik dat ik binnenkwam. Ja, wat dacht je? Oh, shit. Ik denk niet, nee, dat dacht ik helemaal niet. Nee, want ik hoef voor mij ook niet per se blond te zijn. Het gaat me meer om het hele pakket. Nee, ik dacht zeker niet, oh shit, nee, waarom? Nee, nou, dat kan toch? Nee. Ja. Denk je vaak? Nou, dat mag geen naam hebben. Wel? Nou, dat valt wel mee. Oké. Valt wel mee. Maar dan? Ik zit wel op die sites, apps. Maar 9 van de 10 keer worden niet wat. Omdat het vaak de foto's niet kloppen bij de werkelijkheid, zeg maar. Had je mij dan voorbij gedaan? Ja, nee, maar dat moet ik hier op antwoorden. Ja, het is nooit goed. Kansloze vraag dit. Ja, het is niet goed. Dus ik zeg van nee, natuurlijk niet. Dan denk je, nou, zie je wel slijmerd en anders ben je een... Het is ook een rare vraag. Oh, het ruikt wel lekker, joh. Gaat het goed? Hij is perfect. Ja. Nee, heb je het over die zalm? Ja. Oké. Okay. De zalm, ja. Dit je even weg. Zo? Nee, maar als je naast elkaar zit, misschien een beetje. Als je naast elkaar zit. Ja, vind je dat leuk? Dat vind ik leuk. Ja, is goed. Dat vind ik leuk. Kom naast je. Weet je, dan kunnen wij allebei hier naar kijken. Ja. Oh ja, dat is wel romantisch. Kijk, ik heb het gewoon de laatste tijd niet meer zoveel gedate. Maar in het verleden bijvoorbeeld kon ik best wel met... Nou, dan ging ik bijvoorbeeld met iemand een kopje koffie drinken en dacht ik gelijk... Oh, nou, nee, is het niet hoor. Het hoeft niet altijd zo zijn dat een eerste indruk ook de juiste is, weet je? Nee. Ik denk dat ik dat zelf ook wel een beetje heb. Want ik ben zelf ook wel iemand die een klein beetje de kat uit de boom kijkt. Mm-hmm. Nou, ik zit er al de hele tijd naar te kijken, naar die boom. Maar er zit allemaal geen kat. De kat komt er niet uit. Er zit helemaal geen kat in die boom. Maar goed, ik wil ook niet zeggen dat ik gelijk poeslief ben, maar... Heb ik weer dit? Je moet natuurlijk wel... de goed zelf over... waar hadden we het eigenlijk over? Goed zelf over nadenken van wat je wil. Droom? Van wat je denkt... Mijn verzekerd? Is allemaal waar? Ja. Hoe hopen je bezig? Wat doe je met het slapen? Ja, ik ben 2 keer getrouwd geweest. Ik heb al veel te vaak op de bank geslapen. Nee, maar is prima. Het klopt wel een beetje van zoals het nu ook gaat, vind ik. Dus gewoon samen bij de net? Ja. Ik heb daar geen probleem mee. Ik ook. Dat het eerlijk en oprecht is. Lang leven de liefde. De liefde is vrij.